vanavond. Ik ga me eerst van alzelf eens voorstellen. Ik ben Harik Nancy. Ik zit momenteel in de finale, dus finaliste van Miss Wellness Beauty België. Hier zijn we dus in de pauze, bij ons Nicoletje. hier gaat momenteel de persvoorstelling door van Miss Drag Queen 2014. En ons Nicole doet de artistieke leiding. Nicole, graag even voorstellen als dat kan. Goedenavond, ik ben Nicole de Knok en ik doe dus de artistieke leiding voor de verkiezing van Miss Drag Queen de Panne 2014. Dat is een verkiezing die doorgaat op zaterdag 1 maart in de Panne, zoals de titel natuurlijk zegt. De verkiezing gaat al voor de 10e keer dit jaar door en ik doe eigenlijk al een viertal jaar de presentatie en ook al hetgeen wat artiesten aangaat. Dus het zoeken naar artiesten en ook het begeleiden van artiesten die aan onze verkiezing eigenlijk meedoen. Dat is eigenlijk de rol van artistieke leiding? Dat is eigenlijk de rol van artistieke leiding. Ik doe ook de presentatie die avond zelf. Ja. Dus, en ja, voornamelijk de kandidaten eigenlijk begeleiden naar wat ze juist moeten doen die avond. Kandidaten zoeken is ook natuurlijk iets wat ik moet doen. Dus, En verloopt de avond een beetje zoals u wenst? Ja, absoluut. Er is heel veel volk, er is heel veel pers aanwezig. Dus voor ons is dat natuurlijk leuk om de verkiezing een beetje in de kijker te kunnen stellen. En hopen dat we op 1 maart natuurlijk heel veel volk in de zaal mogen verwachten. Ja, ik was hier ook heel toevallig die avond aanwezig. En ik ben ingesprongen voor Wheel of Misses voor dit interview af te nemen. Ik vond het ook heel leuk voor hier aanwezig te zijn. Ik ga ook terug heel wat volk opnemen voor op 1 maart terug te komen. En bent u een beetje zenuwachtig of is al beter? Want daarnet was dat... Daarnet was ik nog redelijk zenuwachtig. In het begin is het altijd zo. Sommige mensen komen van heel ver. We hebben kandidaten die van de Kempen komen. Kandidaten die van Antwerpen komen. Die zitten dan in de file. Als ze dan natuurlijk op tijd wil beginnen, kost dat natuurlijk de nodige zenuwen en de een en daar wat telefoongesprekjes om de mensen hier toch te krijgen. We hebben 5 van de 8 kandidaten vanavond aanwezig. De anderen die zijn spijtig genoeg verhinderd. Er is 1 iemand die in het ziekenhuis ligt en 2 mensen die verhinderd zijn omdat die aan het werken zijn op het moment. Maar die gaan waarschijnlijk op 1 maart wel. Op 1 maart zijn die er absoluut bij en die zien dat volledig zitten ook. Ja, en dan vindt u eigenlijk veel spanning tussen de kandidaten? Meestal in die kleedkamer staat dat daar heel rustig aan toe en de kandidaten gaan ook elkaar gaan helpen. Geven elkaar op schminktips. Is er iemand die een pruik tekort heeft of zo, dat vliegt van de ene kant van de kleedkamer naar de andere kant. Dus die kandidaten, ja, absoluut. Ja, dat moet ook zo. En daar zijn we nog altijd in de pannen heel trots op dat dat nog wel een van de meest rustige verkiezingen is. En de kandidaten stoeven daar altijd ieder jaar mee. Er zijn ieder jaar kandidaten die terugkomen om mee te doen. Dit jaar ervoor niet in de top 3 zitten, of wel in de top 3 zitten, maar niet gewoon eigenlijk. De winnaars waren mij, dus dat is altijd wel heel leuk. Dat is heel leuk. En heeft u zelf al meegedaan aan de verkiezing, Nicole? Ik heb 5-tal jaar geleden, het was eigenlijk 7-tal jaar geleden, de mensen van die verkiezing leren kennen. Dat was dan eigenlijk enkel het bestuur van de carnavalvereniging. En ik heb dan een aantal keren meegedaan zelfs. En ik ben 1 keer eerste eredame geweest en 1 keer tweede eredame. Maar dan heb ik besloten voor mezelf dat het genoeg was. En dat ik eigenlijk liever minder in de schijnwerper stond. En eerder de presentatie wou doen en eigenlijk de schittering aan de kandidaten over wil laten. Interessant, kijk. Ik had vooral ook nog een vraagje. Hoe bent u er eigenlijk ingerold in deze sector? In het travestie zijn? Ja. Dat begint altijd en al de travesties zeggen dat wel. Altijd maar de grap of maar een optreden op een feestje of zo en de mensen vinden dat goed. Dan begin je meer kleedjes te kopen, die kleedjes kosten meer geld. In het begin doe je zoiets gratis, maar op den duur moet je toch een beetje onkosten vragen ook daarvoor. Want alles moet natuurlijk betaald worden. Dus kan je echt je werk van maken? Ja, ik ben ondertussen 10 jaar bezig, dus... Dat is al heel wat. Dat is al heel wat, ja. Oké, dank u wel. Dank u wel.